Als je een foto om wil zetten in een sepia kleurstelling, dan is dat op zich helemaal niet veel werk. Nou, wat is sepia? Dat is een uh, soort van zwart-wit foto met een beetje een bruinige tint eroverheen. En dat gaan we dan ook maken. Um, allereerst gaan we de foto een klein beetje ouder laten lijken met een vignet. En dat doen we heel simpel. We dupliceren de laag met Ctrl J. En we gaan boven bij Filter naar Lenscorrectie. En dan krijg je een nieuw venster. We klikken hierboven op. Aangepast en dan heb je daar een vignet staan. Nou, ga je hem naar rechts trekken, dan, de, dan worden de hoeken lichter en ga je hem naar links trekken, dan worden ze donker. Nou, wij maken ze donkerder. En ik klik vervolgens op OK. Nou, de computer gaat even aan het rekenen en tadam, we hebben een foto met vignet. Goed, deze nieuwe laag die we net hebben gemaakt, die gaan we weer weggooien. En ons vignet is verdwenen. Wat gaan we nu doen? We maken een nieuwe laag. Dat doe je met Ctrl-Shift-N. En die noem ik een vignet. En die gaan we vullen met grijs. Nou, dat kun je gewoon doen met de sneltoets Shift-F5. Je klikt bij inhoud op 50% grijs. Daar staat hij bij mij al en je klikt op oké. OK. Goed, nu gaan we dat vignet wat we net hebben gemaakt op deze grijze laag nog een keer toepassen. En dan gaan we dadelijk tegen Photoshop vertellen dat alles wat grijs is, dat hij dat niet moet laten zien. Nou, om het filter te herhalen gaan we naar filter en klikken we hierboven op lenscorrectie of alt-ctrl-f. En, en in oudere versies van Photoshop was dit ctrl-f. En vervolgens gaat Photoshop wederom aan het rekenen en wordt het vignet toegepast op de grijze laag. Er wordt dus geen rekening gehouden met de inhoud die er was. Nu ga ik het grijs ga ik transparant maken. En dat doe ik door de laagmodus van normaal op bedekken te zetten. En je ziet dat de onderliggende foto weer zichtbaar wordt, maar met het vignet van de bovenste laag. Als ik hem bijvoorbeeld uitzet of weer aanzet. Nou, wat gaan we nu doen? Nu gaan we de zwart tinten een klein beetje aanpassen. En dat doe ik met een curve. En heel simpel ga ik hierboven een klein beetje het absolute zwartpunt naar boven trekken. Je ziet dat de foto veel fletser wordt. De, de lijn van de curve wordt lineair. Uh, dus ook in het middengebied loop je een klein beetje omhoog. Dat gaan we weer corrigeren door een klein puntje daar neer te zetten. En dat een klein beetje in te slepen. En het lijntje een beetje recht proberen te tekenen. Nou, wat ik nu gedaan heb is zeg maar het, het absolute zwart heb ik eraf gehaald. Als ik hem bijvoorbeeld uitzet. Dan zie je bijvoorbeeld hier in de jurk dat er voornamelijk wat fletsere kleuren ontstaan. Goed, op zich is dat uh, ook weer voor het verouderingsproces van onze foto belangrijk. Nu ga ik hem omzetten naar zwart-wit. Wederom met een aanpassingsfilter en ik kies zwart-wit. Ik zou klaar kunnen zijn. Ik kan ook echter nog wat aanpassingen maken. Ik kan bijvoorbeeld de huidtinten wat lichter zetten en de bossen wat donkerder. Op zich wordt het al heel mooi en wordt het tijd voor ons kleurtoontje. En dat doen we met fotofilter. En driemaal raden, hier hebben ze natuurlijk het woordje C.P.R. ingestopt. En als we de dichtheid omhoog schuiven, dan krijgen we op zich al wel een aardig effect. Zeg je nu van deze kleur vind ik eigenlijk persoonlijk iets te oranje. Dan klik je gewoon op het kleurtje en ga je een andere kleur uitzoeken. Natuurlijk zou je ook uh, blauw kunnen uitzoeken. Maar we houden het gewoon lekker op oranjeachtig. En je klikt op oké. OK. En dat zijn alle stappen die je moet maken.